Soms is het alsof we aan een bakker vragen of hij wil stoppen met brood bakken. ProRail staat aan de vooravond van een aardverschuiving. We hebben jarenlang mensen aangenomen, beloond, opgeleid en gestuurd om risico's te mijden. Om voorzichtig te zijn. 3 keer na te denken voor je iets doet en dan nog een keer te toetsen in een commissie. Dit deden we omdat het spoor eerst en vooral veilig en betrouwbaar moet zijn. En nu? Nu gaan we alles eens even anders doen. Naast veilig en betrouwbaar moet het namelijk ook klimaatneutraal en circulair worden. Circulair, dat is het toverwoord. Circulair, het is een woord dat tot kort geleden grote vraagtekens in de ogen van ons ProRailers deed verschijnen. Inmiddels is men ook bij ons wel doordrongen van het feit dat verandering noodzakelijk is. De tijd van take, make, waste is echt voorbij. Als spoorbeheerder verbruiken we heel veel materialen en de impact daarvan, die moet terug naar nul. Dat vergt een andere mindset, een andere keuze. Maar als je dan als ProRailer je manier van werken van pakweg de laatste 10, 20 jaar moet aanpassen, omdat je ineens rekening moet houden met heel andere zaken dan dat je gewend was, dan is dat best even ingewikkeld. Toon is lef, zeggen we. En dat zeggen we tegen de mensen die daar gemiddeld genomen niet zo goed in zijn. Wat ProRail nodig heeft, is een gezonde mix van medewerkers met meer verschillende competenties. We hebben enorm veel professionals die veel kennis en ervaring hebben en die weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Die kennis en kunde is voor ons enorm waardevol. Maar de tijd is ook rijp om daar andersdenkenden tegenover te zetten. Mensen die zeggen, waarom is het zo bedacht? Kan het niet anders? We moeten, zoals een Belg ooit tegen mij zei, op zoek naar de kont van het paard. Dat zijn wetmatigheden die iedereen voor lief neemt. Daarmee refereerde hij aan het feit dat veel van het Europese spoor is gemaakt op karrenspoorbreedte, 143,5 mm. Ongeveer zo breed als de kont van een paard met een wagen daarachter. In Engeland vervoerde men kolen tot in de 19e eeuw met paard en wagen. De treinen gebruikten uiteindelijk dezelfde breedte als de sporen waarover de paarden hun last trokken. Maar die paardenkonten met wagens erachter, die hoeven niet meer over het spoor. Dus waarom niet breder of smaller? Nou gaan we niet de breedte van het spoor ter discussie stellen, maar wel heel veel andere zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Het zijn wetmatigheden waarvan we niet zeker weten of die nu ook nog moeten gelden. Zo leggen we veel van onze infrastructuur nog neer voor 60 tot 80 jaar. Tegen de tijd dat we dat moeten vervangen zijn we aanbeland in de 22e eeuw. De vraag is hoeveel we er dan nog aan hebben. Is 40 jaar niet ook goed? Of 20? En kunnen we bij alles wat we nu nog neerleggen vast gaan nadenken over een tweede leven? We willen geen afval meer produceren, maar grondstoffen voor de toekomst. En kunnen we niet meer biobased materialen gebruiken en materialen met een veel lagere milieulast? Het zijn vraagstukken waar we continu mee bezig moeten zijn. Net als de vraag hoe we omgaan met al onze spullen die er al liggen. Die zijn ontzettend robuust en waardevast. Het is van belang dat we goed nadenken hoe we die zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk kunnen blijven hergebruiken. Dus niet traditioneel via de aannemer afvoeren, maar kan het vanuit zijn originele functie een tweede leven krijgen? We moeten verantwoordelijkheid pakken over wat we in het spoor stoppen en ook wat daar weer uitkomt. De enorme impact die wij kunnen maken door klimaatneutraal te gaan werken, maakt ons een aantrekkelijke werkgever voor jongere generaties. Die zien ook dat er iets moet gebeuren. De vraag is alleen, hoe gaan we een cultuur organiseren waarin we onze bevlogen vakmensen van nu behouden en daar andere mensen met andere competenties tegenover stellen? We moeten elkaar meer uitdagen en lef tonen, zodat we over een paar jaar kunnen zeggen dat duurzaamheid en circulariteit in de spoorsector het nieuwe normaal zijn. Net als veiligheid, beschikbaarheid en punctualiteit. Het nieuwe normaal is de aardverschuiving waar ik mijn verhaal mee begon. En in die omslag hebben we jullie allemaal keihard nodig. Goedemorgen, welkom allemaal bij de week van de circulaire economie, die de hele week onderzoekt hoe ProRail de omslag kan maken van een oude economie naar een circulaire economie. Mijn naam is Indira van het Klooster. We zijn live in Pakhuis de Zwijger. En naast mij zit Peter van Asje,
kom zo bij jou terug. Alles wat we hier doen en zien is natuurlijk terug te kijken op de website van Pakhuis de Zwijger, maar ook op de website circulairestation.nl. En dat is interessant omdat we in deze week heel veel verschillende gezichtspunten aan het onderzoeken zijn. En dat heeft te maken met de omslag in het denken die gemaakt wordt moet worden gemaakt in de hoofden van alle partijen die bij het bouwproces, het maakproces en het proces van de ProRail betrokken zijn. Het heeft te maken met financiële aspecten, met juridische aspecten. En ook met hoe je nou kunt gaan nadenken over een hernieuwbare, herbruikbare, van eeuwig durende stromen-economie. Zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van het spoor en van de punctualiteit en van de betrouwbaarheid van het spoor. In al die supercomplexe en ingewikkelde processen is één ding misschien wel het allerbelangrijkst. En daarom zit Peter van Asje naast mij. Misschien moeten we ook gaan nadenken over wat dat kan betekenen in de esthetische zin. Wat voor beelden horen daarbij in circulair spoor? En hoe kunnen die beelden ons helpen om ook te zien wat de voordelen van zo'n circulaire economie en zo'n circulair spoor zou kunnen zijn? Peter, jij bent architect van architectenbureau SLA. Maar ook lector aan de Academie van Bouwkunst. En door ProRail gevraagd om jouw circulaire brein is in te zetten op de mogelijkheden die er bij ProRail zijn. Dat heeft een prachtig essay opgeleverd, Perspectiefwissel. Daar ga jij nu een korte samenvatting van geven. Ik wilde even één vraag voor je begint. Omdat je bent niet alleen architect, je bent ook experimenteel wiskundige. Ja, dat klopt. En ik heb jou ooit een fantastisch verhaal horen vertellen over hoe drie totaal verschillende sommen allemaal één zijn. Terwijl de uitkomst is één. Terwijl je weet dat het niet 1 plus 1 is 3 bijvoorbeeld. Dat soort sommen. En dat heeft mij geleerd dat jij in staat bent om echt om te denken en anders te kijken. Heeft je dat geholpen in het vraagstuk van het circulaire spoor, vroeg ik me af. Ja, zeker. Ik vind het echt heel leuk dat je dit noemt. 1 en 1 is gewoon 3. Hè? Dus iedere wiskundige die kan jou vertellen dat 1 en 1 3 is. Het is gewoon afhankelijk van de logica en van het systeem waarin je nadenkt. En je kunt heel goed een logica opzetten die volkomen valide is, die net zo sluitend is als onze logica, waarbij 1 en 1 gewoon 3 is. En misschien is dat wel de nieuwe logica die wij moeten zoeken om onze toekomst duurzamer te maken. Nou, en dat is denk ik ook wat we horen in de columns op de website van ProRail. Wat we zien en horen deze week. Dat er echt gezocht wordt naar een nieuwe manier van denken. Ja. En jouw essay is daar een hele mooie onderbouwing van. Ik geef jou graag het woord. Dank. Goedemorgen. Ik zal iets vertellen over dat nieuwe nadenken over de toekomst. En het heet dan ook perspectiefwissel, de verbeelding van circulair denken voor het spoor. Nu is het natuurlijk zo dat het lastig is om de toekomst te voorspellen. Dat zei Niels Bohr ooit. Voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat. We gaan toch een poging wagen. Bij mij vroeger, toen ik jong was, hing op de wc deze sticker. Wees wijs met water. En het was voor mij de eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen als jongetje nog met duurzaamheid en ook misschien met wat jouw rol als mens daarin zou kunnen zijn. Wassen mag, wassen moet, wassen doet je goed, maar je moet wel zuinig zijn met het water wat je gebruikt. En eigenlijk is dat sinds de jaren 70. Dit was ingegeven door de hele hete zomer van 1976... En eigenlijk is dat sindsdien niet meer veranderd. We zijn steeds op zoek naar systemen, naar manieren, naar diagrammen om die logica pandas in te richten. En het gaat er dan steeds om dat we zo omgaan met onze materiaal en onze grondstoffen en ons doen, dat we die aarde heel laat, het zijn ook altijd van die cirkeltjes en in het midden staat dan die aarde en die is dan altijd groen geworden. En als we daarover nadenken, dan zien we steeds dat de begrippen ook wel een beetje over elkaar heen buitelen. De ene keer is het de donut-economie, de andere keer is het de Happy Planet Index. En dit is ook een goed voorbeeld van het diagram van de MacArthur Foundation. Het zijn allemaal hele zinvolle diagrammen en zinvolle begrippen ook. En dat zit ongelooflijk intelligent in elkaar.
Daar moeten we ook zeker goed naar luisteren, naar kijken. Maar het leidt soms ook wel eens tot een soort begripsvervuiling. Hè? Vandaag moet je de donut-economie volgen en morgen moet je ineens circulair gaan denken. En dat zou wel eens kunnen leiden tot een soort moeheid van oké, wat hebben we volgend jaar dan? Dus het eerste stukje van mijn verhaal gaat heel erg over het ontmythologiseren van al die begrippen. Als we het dan hebben over duurzaamheid, dan is het misschien toch ook een heel klein beetje zoals mijn moeder tegen mij zei vroeger. Ik praat veel over mijn jeugd, merk ik, maar toch, als 15-jarige ruim je je kamer op. En dat vond je toen misschien flauwekul, maar nu ik wat ouder ben, zie ik daar de relevantie echt wel van in. En dat geldt ook voor de rommel die wij maken. Of dat nou rommel is van afval, zoals je hier ziet. Of rommel is bij het maken van iets. Of het uitstoten van gassen. Eigenlijk zou je altijd moeten zorgen dat je de rommel op wat voor manier dan ook netjes opruimt achter je kont. Die is vanochtend ook al eerder genoemd, die kont. En het spoor is groot verbruiker van materiaal en spullen. Het spoor is een grote spullenbaas. Het spoor is een grote spullenbaas. En als spullenbaas ga je dan vragen van, goh, hoe gaan wij daar dan mee om? Als wij al die spullen hebben, hoe zorgen we ervoor dat die toekomst resistent is? Maar weet u hoeveel spullen het spoor eigenlijk heeft? Ik heb mezelf die vraag meteen gesteld bij het schrijven van het stuk. Van, goh, waar hebben we het dan over? Wat is dat dan met het spoor? Hoe groot is het spoor? Hoeveel materiaal heeft het? Wist u dat het spoor 17 miljard kilogram beton heeft? 17 miljard kilogram beton. En toen ik dat getal hoorde, dacht ik wel meteen bij mezelf, oh, dit getal ben ik morgen vergeten. Want het is zo groot en zo ontzagwekkend dat ik niet weet hoeveel het is. Dus wat ik heb gedaan als eerste stapje is gaan nadenken over van, goh, waar hebben we het dan over als we het hebben over het spoor? En ik heb alles wat het spoor heeft in mijn hoofd bij elkaar geveegd en gezegd van, oké, laten we eens zien het spoor als een stad, de zogenaamde spoorstad. En dan alle grond bij elkaar, dat is ruim 8000 hectare. Wist u dat? Ik wist dat niet, maar dat is zo groot als onze stad Eindhoven. Dus al het grond van het spoor bij elkaar is zo groot als Eindhoven. Dat is dus een grote stad, denk ik dan. En hoe zit die stad dan in elkaar? Wat je ziet is dat in die stad, laten we hem dan even voor het gemak spoorstad noemen en niet Eindhoven, daar komen heel veel mensen. Daar komen 1,5 miljoen mensen per dag. Dat is 10 keer zoveel als in heel Nederland op een zomerse junidag aan toeristen komen. 10 keer zoveel reizigers als toeristen op de heetste junidag in het jaar. Het is een hele zuinige stad, want je kunt heel ver reizen en heel ver rijden met relatief weinig energie. Met 1 kilowattuur, dat is ongeveer vergelijkbaar met het 1 keer laten draaien van je vaatwasmachine, kom je met de trein 15 kilometer ver weg. Alleen fietsen is zuiniger en efficiënter. Onze spoorstad, dus ter grootte van de stad Eindhoven, die produceert ook best weinig afval. Ongeveer het dubbele van de gemeente Venray. 12 miljoen kilogram per jaar. Dat is een getal, dat lijkt veel, maar als je dat dan vergelijkt met een stad als Breda of Venray, dan valt dat eigenlijk nog wel mee. Het is een stad met heel veel monumenten, dus het is een ongelooflijk mooie stad, die spoorstad. Als je al die gebouwen bij elkaar zou zetten in die stad, dan zie je dat ongeveer 1 op de 6 is een monument. Hoe vet is dat? Dat is meer dan Maastricht, Leiden en Amsterdam aan monumentendichtheid hebben. En dat zijn de steden in ons land met de grootste monumentendichtheid. Onze spoorstad die haalt ze rechts in. Er is ook best veel kunst in onze spoorstad. Dus de kunst in de openbare ruimte, zoals dat dan heet, is ongeveer vergelijkbaar met de stad als Groningen. Er zijn ruim 300 kunstwerken. Dat is ongeveer op ieder station 1 vet werk. En dan hier komt hij, het hoeveelheid beton en staal. Mij zei het niet zoveel, maar als je het dan bij elkaar optelt, dan is het zoveel beton als 15 keer onze Oosterscheldedam. Dus 15 keer kan je die dam achter elkaar maken met al het beton van het spoor. En je kunt de Golden Gate Bridge 10 keer maken met al het staal wat we uit onze spoorstad halen. En mij gaf het
een gevoel van maat, schaal en ruimte. Want ik dacht bijvoorbeeld, onze spoorstad is natuurlijk een en al rails. Dat zit vol met die rails. Maar dat valt dus wel mee als je dat bij elkaar zet. Het is ongeveer zoveel, iets meer dan wat een stad aan Rotterdam heeft aan infrastructuur. Dus de stad Rotterdam heeft ongeveer net zoveel wegen als onze spoorstad aan spoor heeft. Dus het is eigenlijk een hele leuke, prettige, fijne stad die ook nog eens goed in elkaar zit. Hè? Dus de regering van Spoorstad doet het zo gek nog niet als je dat allemaal bij elkaar zet. Nou, het heeft mij geleerd om te gaan nadenken van als we dit dan allemaal hebben en we krijgen een soort gevoel bij die maat en die schaal van die stad, hoe gaan we het dan anders organiseren? Hoe gaan we die overgang maken van grondstof naar vuilstort, zoals we dat vroeger deden, naar van gebruik naar opnieuw gebruik? En dat is voor het spoor geen onlogische vraag. Want stations hebben de neiging om in hun leven best vaak radicaal te veranderen. Hier zie je 6 foto's van het station Utrecht. En het is steeds zo dat het oude station wordt helemaal weggehaald. Dan komt een helemaal nieuw station voor in de plaats. We weten niet waar die oude stations zijn. Waarschijnlijk zijn ze op de afvalhoop beland. Dus de vraag stellen, hoe kan ik anders omgaan met dat gebruik van al die materialen, is niet zo raar. En gelukkig zijn er mensen die ons allerlei handreikingen daarvoor geven. Dit is een heel beroemd diagram dat zegt stem gebruiksduur en levensduur van materialen op elkaar af. Het is nou eenmaal zo dat de hoofddraagstructuur van een station gaat langer mee dan, laten we zeggen, de winkelinrichting. De winkelinrichting gaat misschien een paar jaar mee, maar die hoofddraagstructuur die blijft langer. Dus je moet een winkelinrichting niet maken van gestort beton, waarschijnlijk. Dat is gewoon slim. Maar als je dan al die materialen die je dan overhoudt van het spoor, en dat is natuurlijk heel goed om die in te zamelen, bij elkaar zet, dan roept dat de vraag op, wat gaan we ermee doen? En dat gaat nog relatief eenvoudig als het dan gaat over dit soort materialen als pas gebruiksartikelen, maar serieuzere materialen als beton, steen, staal, hout vraagt om een ander soort strategie. En die strategie die heeft heel veel effect op heel veel dingen die wij als logisch ervaren. Wat wij bijvoorbeeld als logisch ervaren in onze traditionele manier van dingen maken is dat ieder werkt voor zich. Dus de architect die spreekt wel met de ingenieurs, maar die hoeft eigenlijk een metselaar nooit te zien. Je kunt een hele goede architect zijn in Nederland zonder ooit een metselaar te spreken. Dat is eigenlijk wonderlijk. Je zou je kunnen voorstellen in een circulaire economie dat je samen werkt voor het beste resultaat. Dus je gaat anders organiseren en meer samenwerken, verantwoordelijkheden delen. Je zou ook een andere omgang kunnen voorstellen met erfgoed. Nou is onze spoorstad rijk bedeeld met al die monumenten. Maar wij hebben in Nederland toch een soort schizofrene relatie met onze gebouwde omgeving, zou je kunnen zeggen. Of iets is een monument, het is erfgoed, dan moet je er vanaf blijven. Dan mag je niet aankomen. Of iets is gewoon maar een gebouw en dan mag je het gewoon slopen en gooi het op de afvalhoop. En eigenlijk zou je een soort mix vormen, een intelligentere omgang met die gebouwde omgeving heel goed kunnen voorstellen, waarin je lange lijnen spant van het verleden naar het heden en dan naar de toekomst. Een mooi voorbeeld vind ik zelf station Leipzig in Duitsland. Dat is uiteraard een monument. Daar hebben ze een winkelcentrum onder gebouwd. Het is het meest geliefde station in Duitsland. Het derde geliefde station in Europa, meen ik. En er is natuurlijk heel erg de hoop dat Amsterdam Centraal met de komende grote renovatie dat recht gaat inhalen en daardoor het meest geliefde station van Europa wordt. Omdat je zo goed gebruik kunt maken van wat er al is. Dus dat is hartstikke fijn. Je gaat ook anders bouwen. Als je bouwt niet voor de sloop, maar voor hergebruik, dan is bouwen niet afschrijven of kapitaalvernietiging, maar investeren in de toekomst. Het enige wat je nog moet afschrijven is arbeid. Dat is ook meteen de olifant in de huiskamer. Want arbeid wordt in ons land relatief zwaar belast met belastingen. En dat is eigenlijk jammer. Want je met een beetje slaap en een paar boterhammen kun je weer een hele dag vooruit. Dat is eigenlijk super duurzaam. Dus dat zou je moeten belonen en niet moeten straffen. In ons land is het wel eens andersom.
Ik rond af. Het is mijn overtuiging dat circulair denken en duurzame dingen implementeren een nieuw soort schoonheid geeft. En dat zie je bijvoorbeeld al in het station van Rotterdam Centraal. Door het leggen van die zonnepanelen op het dak krijg je een prachtige lichtval in de gangen en op de perrons. En dat geeft een verhoging in de belevingswaarde. En zo kun je je ook voorstellen dat een hele scherpe of misschien wel extreme of wat radicalere relatie van oud en nieuw je heel veel moois geeft voor de toekomst. Je kunt echt lange verhaallijnen maken. De historie kan, als je het transformeert, ook een nieuw verhaal vertellen. Dus dat gaat goed samen. Als laatste, het spoor, onze spoorstad, is ook een hele groene stad. Het heeft lange wegen die ook heel groen zijn. Dus het is eigenlijk één grote ecologische hoofdstructuur. En daar zou je eigenlijk meer mee kunnen doen. Ook groen kan een rol spelen in die duurzame transitie. En als ik dan mijn ogen sluit, dan zie ik een lang ecologisch netwerk voor het langste in Nederland, wat per definitie ononderbroken is. Want dat gaat natuurlijk niet met het spoor. En er zijn stations, pitstops, het zijn haltes in de natuur waar mens, functie en natuur samenkomen. Dit is een project van Leonie Belling, architect. Ik ga het niet uitleggen, want ik hoop dat zij dat straks zelf gaat doen. Zij is bij ons vanochtend te gast. Ik sluit af met het essay zelf. Mocht u hier meer over willen lezen en zien, komende maand komt het uit. En hoop ik dat we die overgang naar een duurzamere wereld samen gaan maken. Dank u wel. Dankjewel, Peter. Dit is een prachtig, coherent verhaal. Hè? Het is eigenlijk heel simpel. En wat er natuurlijk heel spannend aan is, is om al dat terrein, al die spullen die ProRail heeft, om dat als een stad te zien. Omdat je daar al die eerste stap maakt naar dingen met elkaar in verband brengen. En ook zoeken naar waar mogelijke relaties liggen. Zo'n dik 8000 hectare spreekt natuurlijk ook wel tot de verbeelding. Als we zo'n spoorstad dan zien, hè, we gaan het er straks verder over hebben hoe dat er dan uitziet, dan gebeurt daar feitelijk van alles behalve wonen. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat veel van die cijfers ook zo gunstig uitvallen voor spoorstad? Of... Ja, misschien. En je kunt je zelfs ook heel goed voorstellen dat misschien later in die spoorstad wel mensen gaan wonen. Station Breda bijvoorbeeld heeft al wonen op een of andere manier geïntegreerd in dat nieuwe station. Dus misschien wel, misschien niet. Vaak is het zo in Nederland dat de industrie een grotere vervuiler is dan wonen. Hè? Dan wij als mensen doen, als individu doen. Bij het spoor is dat in ieder geval niet zo. Dat kun je goed zien. Interessant. Dat betekent dus dat als we dat ook nog zouden een woonfunctie erin zouden brengen, dan zouden we misschien wel de meest duurzame stad van Nederland kunnen maken langs dat spoor. Ja. Die houden we even vast, want daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid op door. Twee dingen wat ik heel interessant vind in jouw observaties is hoe de bouwketen werkt. Dat er tussen de opdrachtgever die een programma van eisen uitschrijft en een constructeur die gaat rekenen en een ontwerper die gaat bouwen, totdat we bij de timmerman of de metselaar zijn. Dat niemand van die partijen tot op het aller, ja, we noemen dat het laagste niveau ook, wat misschien zou het wel het allerhoogste niveau moeten zijn, dat materiaal echt in handen heeft. Wat zou er veranderen als dat veel eerder in die bouwketen tot stand komt? Ja, wat ik heel erg denk is dat de omslag die wij nu maken, dat is niet een technische omslag. Dus we denken steeds van, oh, als ik nu maar gewoon ander materiaal gebruik wat duurzaam is, dan komt het wel goed met deze wereld. Voor een deel is dat natuurlijk zeker zo. Maar het is vooral een culturele omslag. Dus wij zullen als mensen gewoon toch een ander soort relatie moeten aangaan met materiaal. Met de dingen die we in onze handen hebben. Dat is voor iemand die metselt of timmert eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Maar eigenlijk zouden wij allemaal in dat hele proces een relatie moeten aangaan met materiaal. En begrijpen dat dat een culturele dimensie heeft. Dus de cultuur van materiaal gaat en moet veranderen. En ik denk dat ons dat heel erg gaat helpen. En hoe zouden we dat, want er werken natuurlijk heel veel mensen bij ProRail die allemaal ergens in dat proces zitten, waarschijnlijk inderdaad nooit een baksteen of iets van anders van materiaal in handen hebben. Wat zou er gebeuren als dat op een of andere manier in het ProRail, ja, de vanzelfsprekendheid ervan zou komen? Hoe krijg je het überhaupt voor elkaar? Nou ja, ik zou het sowieso eens gaan doen. Dus het zou heel nuttig zijn om ook als architect, maar ook iemand van ProRail, eens dat materiaal te voelen en in handen te hebben. En dan te snappen dat Excel-sheet dat je invult en die lijn die je zet op papier,
staat voor een materiaal in de echte wereld. Dus Excel is heel geduldig. Maar die wereld van ons, die moet de last gaan dragen, zal ik maar zeggen. En als je dat snapt en voelt en beseft, dan bereik je denk ik die culturele omslag. Voordat we dieper ingaan op hoe dat eruit zou kunnen zien. Er wordt ook al de hele week kennis uitgewisseld, ervaringen gedeeld over hoe zo'n circulair spoor eruit zou kunnen zien. En vaak is het terugkerende soort van mantra van ja, maar voor alles moet het spoor veilig zijn en moet het betrouwbaar zijn. Moeten we de punctualiteit kunnen garanderen. Zie jij daar überhaupt frictie of zeg jij dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken? Ik denk dat dat heel goed hand in hand kan gaan. Het is natuurlijk raar om te zeggen het spoor moet veilig zijn, daarom moeten we heel veel afval maken. Je snapt meteen dat dat onlogisch is. En vroeger reden die treinen op stoom en op diesel. Dat was ook allemaal niet zo schoon. Daar heeft toen vast ook iemand gezegd van ja, maar het moet wel veilig zijn. We kunnen niet zomaar met dit elektriciteit gaan. Dat slaat nergens op. Zo, dus ik denk dat we heel erg moeten zoeken naar dat we die veiligheid natuurlijk niet overboord moeten zetten. Dat zou ridicuul zijn en dat zou ook niet moeten. Maar dat je wel heel goed kunt nadenken. En dat heeft het verleden ons ook laten zien dat dat heel goed kan. Dat je zo'n omslag kunt maken en een stap vooruit zetten in plaats van inleveren op verworvenheden die je al hebt. Heerlijk hoe vanzelfsprekend je die omslag kunt maken, Peter. Dat is echt heel fijn. We gaan eens even kijken naar mogelijke verbeeldingen. En de eerste die ik daarvoor in de Zoom zou willen vragen is Steve Schaft, architect. En via ProRail of misschien wel bureau spoorbouwmeester ook betrokken bij het ontwerpen en denken over circulair bouwen. We hebben gevraagd aan jou en ook aan Nedjal Kalbalev, die zometeen ook al in beeld zal verschijnen, om drie beelden met ons te delen die voor jou iets zeggen over de schoonheid van het circulaire bouwen. Mag ik jou het woord geven, Steve? Ja, goedemorgen, mijn naam is Steve Schaft en ik ben student op de Academie van Bouwkunst Amsterdam. En voor een project daar ben ik inderdaad gevraagd om een circulair gebouw voor ProRail te ontwerpen naast het station Barendrecht. De nadruk van dit project lag echt op circulariteit en wat kan dan die verschijningsvorm daarvan zijn. En bij mijn project heb ik echt gekozen om afval daarvoor te gebruiken. Dat brengt natuurlijk bepaalde dingen met zich mee, maar het kan ook leiden tot hele unieke ontwerpen en uitstraling. Maar dat ligt natuurlijk ook aan hoe je het toepast. We kunnen het toepassen door het te verwerken in wat meer conventionele bouwmaterialen. Maar we kunnen het ook gebruiken zoals we het krijgen. En dat is wel de basis geweest van mijn project. En dat is eigenlijk verschillende onderdelen ervan geweest. Maar de basis is geweest dat het afval, hoe we het krijgen, eigenlijk gebruiken. En ik heb gekeken voor mijn project naar de omgeving om het project heen. Van er is zoveel afval, hoe kunnen we dat filteren? Ik weet niet als je een plaatje verder gaat. Yep. Dit is bijvoorbeeld echt afval van, of tenminste afval van ProRail zelf, wat Peter eerst ook al liet zien. Ja, ze hebben zoveel onderdelen, het is zonde om dat ook niet, het is zonde om dat niet te gebruiken. En als je naar het volgende plaatje gaat, zie je dat ik heb gekeken naar de gemeentes om het projectlocatie heen en kijken wat is nou de grootste afvalbron daar en hoe kan ik dat gebruiken. En dat is papier en karton geworden in feite. En door dat gewoon in balen bij elkaar te persen, ontstaat daar gewoon een bouwmateriaal van. Het is nog wel experimenteel, maar je kunt het door niet te veel mee te doen, ontstaat er een hele nieuwe verschijningsvorm door. Dankjewel, Steve. We gaan deze beelden combineren met de beelden die worden aangeleverd door de volgende twee sprekers. Daarvoor ga ik even naar het Engels, want Nedjalko Balev komt uit Bulgarije. Hi, Nedjalko. I will switch to English for a quick moment. Of course, we have been presenting Peter's essay on the future of the circularity of the Dutch railway system. And just now, Steve presented his three
images which of course you saw, which focused on flows of material and on locality of material while using it in buildings or stations, let's say. You also selected three images. Would you like to share them with us? Hi, good morning, first of all. Thank you very much for switching to English. I think Steve already introduced the notion of the project. It was about the creation of a control room for ProRail. So we kind of, everyone in that project set out to have a super serious theme to follow. Mine was I tried to design a zero waste building. And I think my first point of serious inspiration was when we were introduced to sources of used materials, such as the Oaks cart, and also a visit to the ProRail depot, where we saw, even in the images before, we saw quite a lot of materials just laying around and not being used. So I set out to design a building that could put all of those high quality building elements, and not even building elements, but also railway elements to use. I actually started by making a database of everything that I would like to use, so ranging from facade windows to building plates and so on. And last but not least, I needed to come up with the glue to hold all of that together. So I turned to new, more innovative building methods, and that's 3D printing, due to the ease of designing, due to the speed, and due to it being an additive process, meaning no more material will be used than the amount needed. Essentially, that is why the building looks like that. I came up with a system of frames, if we can switch to slide two, a system of frames that could hold different sized materials with different origin. And the idea was that you create a building which is essentially a collage of different materials that have different origins, different purposes. And in time, you can also just change those fillings depending on the purpose or the function of the space behind it. Thank you. And the third? Yeah, the third is, an artistic interpretation of how the building could develop in the future, so that in time you change the fillings, but also some of the materials age. And, you can read the history of the building on the building itself. Thank you very much, Nedjelko. Leonie, I'll switch back to Dutch now. Leonie, ik wou jou ook graag welkom in de uitzending. Architect, jij bent gevraagd door ProRail om een circulair station te ontwerpen. Tot nog toe zagen we bij Steve en bij Nedjelko een aantal heel interessante aspecten van de materialiteit en de esthetiek van circulair bouwen. Ik denk dat het feit dat het lokaal is een belangrijk element. De verschillende verschijningsvormen zijn verrassend. Het is ook een soort van gevoeligheid en aandacht voor de specifieke kwaliteiten van materiaal die iets anders zijn dan prefab panelen ergens tegen een frame knallen. Maar jij hebt het nog weer een stap verder gebracht. Zou jij jouw ontwerp aan ons willen presenteren? Ja, heel graag. Dankjewel. Ik ben inderdaad gevraagd door ProRail om na te denken over het circulair maken van kleine stations in Nederland. En ik denk dat het bij circulaire ontwerpopgaves ook heel erg gaat om het omdenken van de ontwerpopgave. Heel vaak wanneer er een ontwerpopgave is, denken mensen direct in bepaalde archetypen. Dus als je tegen iemand zegt, ontwerp een klein station in Nederland, wordt er direct gedacht aan hoe die typische kleine stations in Nederland eruit zien. Met een betonnen perrons en overkappingen, de wachthuisjes en dergelijke. En als je eigenlijk kijkt naar wat is de ontwerpopgave, moet je kijken naar waar wordt er naar gevraagd, moet er gefaciliteerd worden. En het faciliteren van een station is eigenlijk een plek creëren waar een trein kan stoppen en waar mensen in en uit kunnen stappen, waar ontmoetingen plaats kunnen vinden en waar mensen comfortabel kunnen wachten. En die definitie zegt eigenlijk helemaal niks over de verschijningsvormen van. Maar omdat er bepaalde zulke strenge eisen zijn en dergelijke aan spoors, worden heel vaak overal in Nederland exact dezelfde kleine treinstations neergezet. En ik dacht dus eigenlijk, je moet meer uitgaan van wat is er al in die omgeving en hoe kan ik die elementen in de omgeving gebruiken om een treinstation te faciliteren.
Dus in dit geval ging het om een klein treinstation in een eigenlijk natuurlijk landschap. En dan, waarom kan een treinstation niet een halte in een landschap zijn? En kunnen we dat landschap gaan vormgeven, zodat daar een treinstation efficiënt gefaciliteerd kan worden? Dus dan gaat het om het minimaliseren van eigenlijk van bouwkundige ingrepen. En het zoveel mogelijk inzetten van natuurlijke elementen om de reiziger te sturen naar zijn perron, naar het perron. Dus in plaats van betonnen barrières op te richten of hekken neer te zetten en liften bijvoorbeeld overal te integreren, gaat het om het sturen van reizigers. Dat kun je ook doen door rijen bomen te plaatsen die een bepaalde richting aangeven. Struikgewassen die je kunt gebruiken om barrières op te richten. En glooiingen in het landschap om hoogteverschillen te overkomen. En op die manier kun je eigenlijk een duale functionaliteit creëren van een soort van landschapspark waarin een station gefaciliteerd wordt. Dus ook als je naar de volgende slide gaat. En zo zie je dus ook dat het eigenlijk het station geïntegreerd kan worden in een hele natuurlijk landschap. Wat dierbaarder is, het ziet er een stuk vriendelijker uit. En omdat dat zo is, zullen mensen ook liever naar de stations gaan. Het wordt een aangename verblijfsomgeving. En voor die elementen waar wel echt iets gebouwd moet worden, is waar bijvoorbeeld de wachthuisjes, als je naar de volgende slide gaat, zou je kunnen kijken naar wat voor materialen zijn er al aanwezig in de omgeving. En die kunnen oogsten om toe te passen in de overkappingen. Zoals hier bijvoorbeeld is gemaakt van stampleem en cross-laminated timber van de lokaal snelgroeiend hout. En dat zijn hele dat zijn materialen die een hele lage footprint hebben. En die eigenlijk alom beschikbaar zijn in Nederland, maar gek genoeg niet te vaak worden toegepast. En dit zijn denk ik dingen die we moeten proberen te integreren in onze ontwerpopgaves. Dus omdenken van de ontwerpopgaves. Niet denken aan wat zijn de standaard oplossingen waar we altijd dan naartoe gaan, want die zijn misschien achterhaald. Maar in plaats daarvan denken, wat is er nodig? En hoe kunnen we dat met de ingrediënten die we eigenlijk al heel vaak direct in onze omgeving hebben, proberen vorm te geven? Dankjewel, Leonie. De beelden die je laat zien zijn van relatief kleine stations. Hè? Voor hoeveel van de stations of de stationssituaties in Nederland zou deze manier van ontwerpen bruikbaar zijn, denk je? Nou, het is natuurlijk zo, hier zitten heel veel aspecten in het ontwerp. En je kunt, sommige van deze aspecten zullen allemaal op een station toegepast kunnen worden. Maar er zijn ook deelaspecten die je ook binnen grotere stations, binnen een stad bijvoorbeeld. Als je denkt aan de stationsomgeving, wat ook heel veel ruimte vraagt. Die zijn vaak compleet geasfalteerd en het gaat heel erg om het beïnvloeden van reizigersstromen. En waarom beïnvloeden wij deze reizigersstromen door overal bordjes neer te zetten en hekjes neer te zetten? In plaats daarvan kunnen we ook vele zachtere, vriendelijkere, natuurlijke elementen gebruiken om mensen te beïnvloeden. Dus in die zin denk ik niet dat het per se alleen een concept is dat toegepast kan worden in een landelijke omgeving voor kleinere stations. Maar er kunnen ook delen daarvan worden toegepast binnen stedelijke omgevingen. Dankjewel, Leonie. Super inspirerend. We halen zo Eduard de Geer, jurist, en Erik Luiten, de spoorbouwmeester, bij in het gesprek. Maar eerst, Peter, kijk ik even naar jou. Want ik kan me zo voorstellen dat dit het idee is van omdenken, van zoeken naar nieuwe materialiteiten die helemaal in jou lijn ligt. Ja, en wat je ziet is, en dat vind ik echt heel, heel mooi, is dat je dat er een aantal mythes worden doorgeprikt op een hele, hele inspirerende manier. Dus wat je ziet is dat die zoektocht naar circulair denken levert gewoon nieuwe materialen op. Dus je ziet zowel Steve als Netjalko, dat zij meteen denken van, ik heb dan al die materialen, ik ga daar iets nieuws mee maken, ik ga het gezicht van het station op een andere manier vormgeven. En dat zie je bij Leonie ook. Dat is een andere mythe, is dat natuur en gebouw niet goed kunnen samengaan. Die eten elkaar op. Nou, we zien nu dat dat gewoon niet zo is. En wat ook een mythe is, die ook heel mooi wordt weerlegd door de kracht van het
circulair ontwerpen, dat is dat je straks allemaal standaard gebouwen zou krijgen. Hè? Want ja, je moet toch allemaal uit elkaar kunnen halen en dan weer in elkaar kunnen zetten. Dus straks is alles hetzelfde, want dat is lekker handig. En ik denk dat Leonie ook laat zien dat je juist door lokaal te kijken voor een lokaal stationnetje toch ook heel simpel en heel eenvoudig een circulair gebouw kunt maken wat duurzaam is op de lange termijn, door juist naar de eigenschappen van de locatie te kijken. Dus niks standaard. Dankjewel. Laten we eens eventjes Eduard de Geer erbij vragen. Partner bij Korten de Geer, jurist. En binnen dit heerlijke, inspirerende, verbeeldende, conceptuele vloed aan ideeën die voorbij komt of hoe zo'n spoor eruit kan zien, ben ik even benieuwd. Zou jij eens willen vertellen waar jij je als jurist vooral mee bezighoudt en hoe deze manier van kijken past in de realiteit van jouw praktijk? Ik hou me met name bezig met erfpachten en opstalrechten. En dat zijn contracten die zich kenmerken door zeer lange duur. En dat betekent dat je binnen die contracten te maken krijgt met afspraken die bijvoorbeeld in de 19e eeuw zijn gemaakt en op een wetgeving zijn gebaseerd die toen gold. En die nu tot wijzigingen leidt, waarbij de maatschappelijke realiteit zo veranderd is dat die eigenlijk helemaal niet meer zich verhoudt tot hoe die afspraken in het begin tot stand komen. En ik merk wat Peter zei over de verdeling tussen arbeid en materiaal. Dat zie je bijvoorbeeld, dat bij opstalrecht in de 19e eeuw was materiaal heel duur en arbeid heel goedkoop. En dat is nu andersom. En ook de verhouding tussen grond en materiaal, waar je bij die rechten mee te maken krijgt, is compleet veranderd. Grond is nu heel duur en bouwen vrij goedkoop relatief. En dat was toen precies andersom. Dus de verhouding tussen die twee partners in die contracten, die verandert. En dat leidt, als je dat niet heel goed inricht, leidt dat tot aanzienlijke conflicten. En dat wil je natuurlijk voorkomen. En zeker in die circulaire bouwmethodes waar nu over gepraat wordt, moet je dus gaan nadenken over hoe kan ik in die contracten überhaupt binnen het wettelijk systeem wat nu geldt, waarbij je belemmerd wordt door bijvoorbeeld bestanddeelvorming en natrekking en allerlei wettelijke elementen die zorgen dat je eigenlijk net niet kan doen wat je wil, dat je toch gaat doen wat nodig is. En dat betekent denk ik dat je heel erg duidelijk moet zijn in de afspraken van hoe zien wij die toekomst en hoe kunnen we met elkaar zorgen dat wat we afspreken niet door de ontwikkeling van de maatschappij of de werkelijkheid uiteindelijk scheef gaat groeien en niet tot het effect lijkt wat je zoekt. Dan zie ik in de overeenkomst tussen erfpacht en circulair ontwerpen meteen de overeenkomst in waar het gaat over de lange lijnen in de tijd. Hè, de langdurige tijd die erover. Ook de hoe vaker iets vernieuwd wordt. Hè. Peter liet al zien hoe vaak station Utrecht in 150 jaar totaal over de kop is gegaan. Dat heeft natuurlijk effecten voor eigendomsverhoudingen, voor materialen. En dat wordt waarschijnlijk alleen maar complexer op het moment dat al die materialen op verschillende momenten van iemand anders zijn of worden vervangen. Kunnen wij wat kunnen wij leren van die erfpachtwetgeving daarin? Nou ja, kijk, wat je kan leren van die contracten is dat je eigenlijk die contracten niet moet koppelen aan de huidige realiteit. En dat is problematisch, want als je nu gaat kijken naar de cyclus die onder andere Peter heeft gezegd, waarbij de producent ook aan het eind van het rijtje wordt geplaatst in plaats van alleen maar aan het begin. Dus nadat de gebruiker ermee klaar is, dan komt de producent weer om het materiaal eruit te halen en te zorgen dat dat op ideale manier kan worden hergebruikt. Als je die afspraak wil maken, dan moet je, die producent moet het willen. En hij moet het moeten, want je moet iets met dat materiaal als je het wil hergebruiken. Dus het is niet alleen maar dat het voor hem aantrekkelijk is, maar het is ook een verplichting. En dat moet je vastleggen. Maar die verplichting wordt zwaar als de maatschappij en de omstandigheden gewijzigd zijn. Hè. Stel dat je aan het eind van dat traject over 30 jaar is de nanorobotica in staat om materialen op atoom of moleculair niveau uit elkaar te halen. Dan is de hele afspraak van we gaan hout apart uithalen, of we gaan staal apart uithalen, of we gaan apparaatjes apart uithalen die de producent goed kan hergebruiken. Ja, dan is die misschien wel weer achterhaald. Dus dan moet je iets afspreken over wat je daar financieel mee doet.
om niet te zorgen dat iemand die met de beste wil van de wereld daar in het begin is ingegaan, uiteindelijk met de gebakken peren komt te zitten. Je moet daar omschrijvingen van maken, denk ik. Ik begrijp meteen, Peter, waarom Eduard voor jou van groot belang is in het omdenken in het circulaire systeem. Hoe kwam jij Eduard tegen? Ja, ik zit enorm te genieten hier. Hè. Dus heb jij ooit gehoord van bestanddeelvorming? Hè? Om maar een juridische term erin te doen. Ik niet. Hè. En wat ik... ik heb Eduard ontmoet omdat wij eenzelfde kunstenares kennen. En was meteen gegrepen door zijn manier van denken. Ik bedoel, de uitspraak van een jurist die zegt van ja, je moet dingen regelen, dat moet je natuurlijk niet koppelen aan de huidige realiteit. Dat is niet slim. Dan gaat mijn hart natuurlijk groeien. Want dan denk ik, dat is dus precies wat we zouden moeten doen als we nadenken over die systeemverandering. Is niet nadenken over de huidige realiteit, maar over die van morgen. En Leonie, jij zit ook nog in de Zoom. Als we er dus van uitgaan dat alle bouwpartijen of partijen in zo'n bouwproces tegelijkertijd aan hetzelfde denken. Wat is het eerste wat jij denkt als je bijvoorbeeld het verhaal van Eduard koppelt aan jouw natuurlijke station? Ik vind het heel interessant wat daar gezegd wordt. Vooral omdat vaak bij dit soort projecten waar je heel erg tegenaan loopt is... is een soort van argwaan en heel veel mensen die eigenlijk in problemen denken, in barrières denken, omdat ze dus vastzitten in die huidige realiteit en hoe we nu altijd alles hebben gedaan. Want dat is bewezen, dat is zekerheid. Ik zou het heel fijn vinden als het inderdaad zo is dat we het proces zo op kunnen zetten, dat je nu niet uitgaat van de huidige realiteit, maar van wat in de toekomst zou kunnen worden, zodat ook in het hele proces, dus opdrachtgevers, maar ook consultants en uitvoerders, meedenken in hoe het morgen zou kunnen zijn. Hoe we dit in de toekomst kunnen laten werken en dat ook risico's evenredig verdeeld zijn of afgedekt zijn. En nu is het heel vaak zo, ik denk ook dat het moeilijk is om het hele circulaire van de grond te krijgen, omdat het heel erg vanuit mijn perceptie wordt gedreven vanuit de creatieve, vanuit de ontwerpende kant en vanuit een aantal mensen binnen bepaalde organisaties die dit voor elkaar kunnen krijgen. Maar die lopen tegen een muur op van weerstand eigenlijk van mensen die al heel lang in het vak zitten. En die van die zekerheid uit willen gaan die we nu hebben en die bewezen zijn in de afgelopen tijd. En ik denk dus dat het ontzettend mooi zou zijn als we iets een bepaald denkbeeld of een bepaalde zekerheid op kunnen zetten. Hoe je kunt denken over de toekomst van morgen. Zodat ook die muren binnen je eigen organisatie, maar ook binnen andere organisaties en overheden, zodat die makkelijker te doorbreken zijn. Je noemt opdrachtgeverschap, toekomstige lijnen, creativiteit. Dat is natuurlijk de ideale opstap naar Erik Luiten, die ook in de Zoom zit. Spoorbouwmeester. En feitelijk bij al deze drie hoofdbestanddelen zeer nauw betrokken is. Erik, hoe is jouw ochtend tot op heden? Mijn ochtend kan eigenlijk niet meer stuk. Ik ben onder de indruk, zowel van het resultaat van het verzoek dat wij aan Peter gedaan hebben om eens essayistisch vast te leggen waar we eigenlijk mee te maken hebben, waar de openingen liggen voor een omdenken en omhandelen. Maar ik wil ook Leonie en de twee studenten mijn complimenten geven, omdat ze, denk ik, voor zichzelf natuurlijk een prachtig academisch feit hebben gecreëerd door een ontwerpvraagstuk op te lossen. En dat geldt natuurlijk ook voor Leonie, die gevraagd was om mee te denken over een vorm van circulariteit op het niveau van de kleine stations. En met deze suggesties is gekomen. Wat de toegevoegde waarde voor ProRail en voor Bureau Spoorbouwmeester is dat we natuurlijk die dingen niet letterlijk gaan nemen, maar dat we ze op een iets hoger abstractieniveau gebruiken om onszelf en onze collega's bij NS en ProRail een spiegel voor te houden. Van, goh, wat is hier je commentaar op? Hè? Welke associaties, welke mate van wenselijkheid of attractiviteit zie jij hierin? En kunnen we daar in de vorm van het grotere werken aan het grotere systeem nieuwe afspraken op baseren? Dat is denk ik de toegevoegde waarde. Dus ik ben ontzettend blij en heel geïnspireerd.
wat ik erbij wil zeggen. Kijk, wij zijn natuurlijk als bureau spoorwegmeester ook niet alleen adviseur van NS en Proact, maar wij bemiddelen eigenlijk ook tussen wat er in het architectonische, het landschap architectonische, het stedenbouwkundige werkveld zoal ontwikkeld wordt, beschikbaar is aan competenties, aan vaardigheid en ervaring. En hoe dat met de grote opgave die voortdurend doordendert, die te maken heeft met de permanente verbouwing van het spoor en het station, hoe die twee met elkaar in verband kunnen worden gebracht. En hier kondigt zich bij een nieuwe generatie ook aan van mensen die niet in de bestaande systemen willen blijven doordenken, maar die alternatieve afslagen willen nemen. Vandaar ook een briljante titel van het essay van Peter. Het gaat echt om een wissel, een wisseling van kijken. En ik heb ook de neiging, als ik mag, vanuit mijn andere ervaringen, onder andere in het programma Ruimte voor de Rivier. Hè. Dus er is een hele interessante analogie ook te maken. En persoonlijk helpt mij dat altijd. Hè. Als ik ergens een complexiteit in aantref, dan denk ik, oké, hebben we dat ergens anders niet ook al eens een keer meegemaakt? Of wat is de metafoor van dit concrete vraagstuk? En het Nederlandse waterbeheer, met name het oppervlaktewaterbeheer, heeft ook zo'n wissel doorgemaakt. Hè. Aanvankelijk dachten, het water blijft buiten als we de dijken verhogen en blijven versterken. Totdat iemand zei, ja, maar de rivier heeft misschien wat meer ruimte nodig. En dan kunnen we die dijken misschien ietsje minder aanpakken elke keer. En dat denken is eigenlijk helemaal doorgevoerd in een programma dat inmiddels wereldwijd vermaard is. En als een soort nieuwe referentie is gaan gelden voor omgaan met klimaatwijzigingen. Ik denk dat er in dat spoor een vergelijkbare opgave ligt. En ik wil ook graag zeggen dat de mensen die ik bij ProRail en bij NS tref, over het algemeen heel erg beschikbaar zijn, hè, om dit avontuur mee te gaan maken, om er de tanden in te zetten. En tegelijkertijd, hè, daar kun je denk ik niet te snel overheen springen, binnen de marges van de garantie van een veilig, continu, comfortabel, bedrijfszeker spoorsysteem. Hè, dat kun je nooit bagatelliseren. Dat mag nooit ter discussie komen vanwege het feit dat we allemaal zo graag circulair willen handelen. Nou, dat is in een nutshell mijn eerste reactie. Ja, ik vind het leuk dat je ruimte voor de rivieren erbij haalt. Want ook daar begon het misschien wel met een verbeeldingsslag die gemaakt moest worden. En die ook zeker de inbreng van ontwerpers. Hè? Dus ontwerpkracht was beschikbaar op dat moment om daarover mee te gaan denken. En daar beelden bij te gaan maken waarvan iedereen dacht, dat brengt een heel ander soort nieuwe aantrekkelijkheid en een nieuw soort perspectief. Ja. Op de wagen. En ja, daar kunnen we met z'n allen ook heel erg goed aan werken. En dat, ja, het gaat dus ook over de oogstrelendheid van een potentiële oplossing. Hè. Kun je mensen verleiden met een beeld dat eigenlijk aantrekkelijk genoeg is om even uit het systeem te stappen en een zijspoor te bouwen? Ja. Peter, we hebben nog ongeveer 5 minuten om een onderwerp bij de kladden te pakken. We hebben ze hier beschikbaar. Dus als jij zegt van ja, maar ik wil nu heel graag even een vraag stellen aan die of ik wil dat op tafel leggen, dan is dit een heel goed moment daarvoor. Ja, ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar dan hoe gaan we dan dat nieuwe vocabulaire, dat architectonische vocabulaire, hoe gaan we dat zien? En ik denk zelf wel eens wat we niet zouden moeten doen is naar een soort collage-architectuur van prik-a-brak, dat je uit de second-hand winkel dan nu al die stations gaan vormgeven. Dus ik geloof heel erg dat we op zoek moeten met elkaar naar een nieuw gezicht, naar een nieuw vocabulaire van onze toekomstige reisomgeving. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dan de ontwerpers daarover denken, maar natuurlijk ook het spoor zelf. En wil je daar Leonie nog iets over vragen? Ja. Of Steve? Of Netjalko. Netjalko bijvoorbeeld, ja. Hè, als we dat dan zo gaan doen, wat gaan we zien straks? Zijn dat allemaal van die slangetjes met die blubbertjes? Netjalko would probably prefer English. Oh, of course, Netjalko. Sorry. So, when we think of 3D printing in this context, I see messy stations before my eyes. But I can imagine that if you find a new vocabulary, then the world will change and we will find new faces of architecture using your method. Can you reflect on this a little bit?
Yeah, why I chose 3D printing in the first place? Like I said, first of all, it's an additive process. Also, partly or even to a large extent, the 3D printing mixture can be composed of recycled elements. As well as during the printing, there are already methods that I found during the research for the project. So so you can already have a finished insulated wall while printing. It's combined with some biomixtures that you can put straight inside, which is why I went for this method. Of course, it does look a little bit messy, as you mentioned. I think that's actually the charm of it. It's a little bit of a more pure, honest aesthetic of the whole building, functional as well. So I'm a person of function. Thank you. En ik vroeg mij ook af, met Eduard, als je nadenkt over, nieuwe materiaalomgangen, je gaat materialen leasen. Hè, dus je bent niet meer eigenaar van je materiaal, maar je leent het of je leest het van een andere producent. Dat is natuurlijk net zoals erfpacht, denk ik dan. Dat is ongeveer hetzelfde. Dan leen je ook de land en je kunt daar gewoon mee handelen. Dus ik zag daar ook een soort nieuwe toekomst opdoemen, waarvan ik dacht van, hé, dat is juridisch goud waard. Ja, daar wordt ook zeker over nagedacht al. Alleen de huidige systematiek van erfpacht en opstalrechten, die levert nog wat probleempjes op als je dat op kleiner niveau binnen gebouwen wil gaan doen. Dus als je onderdelen van gebouwen in erfpacht of opstal wil uitgeven en die vervolgens terug in gebruik wil geven, dan loop je aan tegen dat bestandsvorming wat je net noemde, of tegen natrekking. En dus er zijn juridische systemen die daar nog een beetje moeilijk op aansluiten. En dan heb je dappere notarissen nodig en je hebt een welwillende rechter nodig uiteindelijk als je tegen een probleem aanloopt. Maar ik denk dat al die dingen, erg beïnvloed kan worden door de manier waarop je de contracten uitlegt en je doel van die contracten uitlegt. En dus aangeeft van dit is wat wij daarmee beogen. We beogen circulariteit. Wat ik van Leonie hoorde, bracht me op een nieuwe gedachte. Je hebt de producent, architect, bouwer, gebruiker en dan weer producent. Maar zij zegt eigenlijk, ja, maar er zit misschien ook nog wel een plek voor de natuur tussen. Misschien wel aan het eind, dat je iets wat uit een gebouw komt, dat je dat eerst terug aan de natuur geeft voordat de producent het weer gaat gebruiken en de natuur zijn werk laat doen om het weer tot iets nieuws te laten komen. Nou, dat verandert de totale cyclus die er juridisch in zit, want dan moet je daar ook over na gaan denken. Wat doen we met die natuur? Welke plek geven we die natuur in de eigendomsverhouding? Maar dat is dus nieuw voor mij nu. Daar zou je dan over moeten nadenken. Maar dat vind ik wel heel spannend. En Eduard, dat ruimte voor de rivieren, die analogie, die houdt me nog even bezig. Heb jij daar toevallig ervaring mee? Want daar gebeurt natuurlijk ook iets met land en met verschillend gebruik van land. Waardoor de cycli van natuur, van regenval, van klimaat veel meer ruimte krijgen. Doet dat ook iets met juridische constructies die voor het spoor ook interessant zouden kunnen zijn om te bekijken? Nou ja, er zijn door waterschappen en hooggemeenschappen wordt veel dijkgrond wordt in het recht van opstal of erfpacht uitgegeven. En die rechten die stammen uit de tijd dat publieke grond eigenlijk niet in eigendom mocht worden overgedragen. Dat is ergens in de 19e eeuw is die wissel gekomen. Daarvoor werd het verkocht. Daarna werd het in tijdelijk gebruik gegeven omdat die overheid toegang tot die publieke werken moest kunnen houden. Nou, dat zou je bij dat. Ik weet niet precies hoe het bij ruimte voor rivier zit, maar ik zou me kunnen voorstellen dat daar ook die landerijen die dan die waterbuffers moeten zijn, dat daar ook de overheid zegt van ja, we willen dat wel in gebruik geven, maar daar zitten wel voorwaarden aan. Nou, dat kan bij de circulariteit ook. Je zou kunnen voorstellen dat de gemeente Amsterdam zegt, wij gaan erfpacht, wat wij al eeuwen gebruiken, gaan we niet meer gebruiken om daar als financieel gewinmiddel, maar we gaan het gebruiken als invloedsmiddel op de wijze waarop we met materiaal omgaan. En dan zou de gemeente opeens aan die contracten voorwaarden voor het eind van het contract kunnen verbinden die zien op circulariteit. En dat is een hele interessante manier van denken, denk ik. Want dan ga je de overheid zeggen van ga nou meedenken op hoe we wat we als land willen met onze materialen en met de manier waarop de wereld wordt ingericht.
En Erik, die gedachte om de natuur op te nemen als soort van juridische partner in het proces, dat sluit ik voor een deel aan bij Brune Latour, parlementair dingen, ambassade van de Noordzee is daar ook druk mee bezig om dieren of planten rechten te geven in een soort van inspraak-representatiesysteem. Zou dat interessant kunnen zijn in jullie spoor denken? Of gaat dat dan toch nog net een stap te ver? Nou, het gaat nooit een stap te ver wat mij betreft, want denken staat vrij. Gedachte-experimenten, ontwerp-experimenten zijn er om ons te verrassen en te verbazen, te inspireren. Wat ik wel wil meegeven is dat natuurlijk de essentie van een station is dat het mensen dichtbij bedient met een OV-systeem. Hè? Dus er is altijd drukte rondom het station. We zien het eigenlijk alleen maar toenemen, de drukte, de gebruiksdrukte, de claims die daar netjes elkaar moeten treffen. Daar is voor expliciete arealen natuur niet zoveel ruimte. Maar er is een nieuwe categorie stationnetjes aan het ontstaan. En die heet de buitenpoorten. Dat is een concept dat is ontwikkeld door de provincie Noord-Holland. Die hebben eigenlijk ontdekt dat er een paar stationnetjes in hun provincie liggen. Die eigenlijk een natuurgebied ontsluiten. Hè? En die dus op een prachtige manier, met een energiezuinige manier, met een gebruiksvriendelijke manier, mensen uit de stad direct de natuur in bonjour. Hè. En dat zijn dus plekjes, dat zijn adressen bij stations die een heel expliciete opgave met zich meekrijgen. Namelijk, geef de reiziger hier op het moment dat hij op het perron stapt al een soort ervaring van omgeving, van landschap, van natuur, van wildernis en van verdwalen. En dat, ja, ik kan me voorstellen dat als Leonie contact zoekt met de provincie Noord-Holland, heel mooi kan ontstaan. Dat wou ik nog even meegeven. Peter, mag ik jou het laatste woord geven in dit gesprek deze ochtend? Zou jij eens met ons iets vooruit willen kijken? Waar zijn we volgend jaar, over 5 jaar en over 10 jaar? Hoe kan die schoonheid van het circulaire ontwerpen ons brengen naar een circulaire realiteit ook? Ja. Wat je ziet, en dat vind ik echt heel mooi, dus ik zit enorm te genieten vanochtend, dat is dat je met elkaar denkt van, goh, misschien, weet je wat, misschien zouden we wat minder afval moeten maken en wat minder met die materialen. Dat doen we een beetje onhandig, laten we dat handiger doen. Dus het is als het ware één draadje uit een polletje wol, wat je dan zet. Ja, dat draadje zit niet zo lekker. Dus dan ga je eraan trekken. En dan zie je nu in de tijdspanne van 1,5 uur dat de complete wereld verandert omdat aan dat draadje heel veel vastzit. Dus we hebben het nu gehad over natuur, over andere juridische systemen, over ander vocabulair van onze stations. Eigenlijk is er geen onderwerp hier geweest wat we niet hebben geraakt. En ik hoop heel erg, en ik hoop heel erg wat de komende jaren ons laten zien, is dat op die manier nadenken, dat soort verschuiven van die logica helemaal doorcijpelt in ProRail, in de NS, in gewoon de dagelijkse dingen die wij doen. Met een andere logica gaat dus, dat zien we nu vanochtend, die wereld vanzelf enorm veranderen. En daar zie ik enorm naar uit. En met deze woorden sluiten wij deze uitzending af. Dankjewel Erik, Steve, Nedjalko, Leonie en Eduard voor jullie inspirerende bijdrage. Dankjewel natuurlijk Peter voor het gesprek en al je vooronderzoek. De week van de circulaire economie gaat gewoon door. Straks nog, morgen nog, van alles te doen en te beleven. En natuurlijk ook allemaal terug te kijken. Hartelijk dank wel. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Dankjewel.